in de houtzagerij Richtig Sofort Judenbrenner und Broeders zag men nog de originele Oostenrijkse dartborden. Van het zaagsel worden borstprotheses voor arme meisjes gemaakt. Rutger vertelt er nu direct iets meer over. Nou, dit is ons laatste dagje skiën en skileraar Arjan hier die vond het nodig om mij mede te delen dat ik nog een lesje kon gebruiken. Hé Arjan? Ja, het ziet er niet uit. Het ziet er niet uit. Het ziet er niet uit. Nou. Ik ging achterste voren van de piste bijna. Goed, hij heeft mij één keertje gezien, maar goed, ik neem dat lesje wel. En ik moet in deze groep, hè? Dit is mijn groep. Dit is wel een beetje niveau, denk ik. Arjan, ik vind alles goed, maar ik ga niet met kinderen in een lift. Waarom niet? Nou, gewoon. Dat maar ziet je zit toch in mijn groep nou? Ja, maar dat wil nog niet zeggen dat ik met kinderen in de lift ga. Okay. Ten eerste, het ziet er niet uit. Nee. En ten tweede word ik er gillend gek van als ik er alleen al naar kijk. Het zijn toch schattige kindjes? Ja, dat kan wel zijn, maar niet in mijn lift. Zo. Ik zit. Rutger, niet te snel. Denk om mijn kinderen. Ja. En wie kan dit? Ja. Nou, Sam. Verdikkie. Moet ik je helpen? Jij moet je ski dan niet al te hoog doen. Een beetje zo. Kijk, zo. Ja. Zo, dit. Okay. Ja? Dat valt bijna gelijk hoor. Ja, dat moet je niet doen. Dat is een beetje dom. Ja. Bochtjes maken. Heel goed hoor. Bochtjes maken. Hé, hey, je moet in het lijntje blijven hoor jij. Jij zit daar uit te skiën. Je moet in het lijntje blijven. Je moet achter elkaar aan. En nou, je beentjes een beetje recht houden. Hè? Het is helemaal niet erg dat je een beetje o-beentjes hebt. Gewoon een beetje proberen recht te houden en skiën. Hoppakee, daar gaan we weer. Dit zijn zeldzame beelden van Makabu Maboko. Zoon van Skababy Maboko. De enige neger in Oostenrijk. Hier is hij op zoek naar eetbare sneeuw. Zo jongens, gaan ze even een beetje opzij. Moet een wedstrijdje rijden. Even wegwezen, kom op. Weg, hop, skis weg. Ja, kijk nou eens uit, man. Godverdomme. Zo, en een beetje opletten graag. Niet dat je dus gaat lopen wiebelen, want ik heb geen zin om van die lift af te pleuren. Ja? Ja, alle. Ja, met een andere pian. Nou, hou je dingen recht. Hou je skis recht. Skis recht houden. En ik moet zeggen, speciaal, niet remmen vandaag, kinderen. En je moet als speren naar beneden gaan, oké? Okay? Ik ben natuurlijk de hele week al gewoon echt supergoed in vorm, ik. Nou, ja. Dus ik denk toch dat jij dan kansloos bent met deze wedstrijd. Niet echt. Oh, jij denkt van niet? Nee. Ja, jouw techniek, ik bedoel, jij sluit niet goed bij, weet je wel. Ik heb echt mooi, ik ga door mijn knieën en zo. En het is ook een beetje de vorm, hè. Zo, dat was niet veel soeps, hè, met de zoon. Was toch hartstikke goed voor die jongen. Is toch hartstikke knap. Nou, ik vond het niet heel sterk, hoor. Moet je dan nou zeggen wat er kind bij staat? Dat is lekker motiverend van jou, zeg. Nou ja, maar je moet toch wel eerlijk zijn, een beetje kritisch. Nee, niet. Je moet stimuleren. Stimuleren? Niet de grond indreunen. Een beetje misselijke opmerking, als ik nou eerlijk ben. Maar ja, als hij zijn knietjes niet goed bijsluit, dan moet je dat toch tegen hem zeggen gewoon. Dan moet de leraar toch zeggen, toch niet wij. Oh, dan moet de leraar het weer doen. Wij moeten netjes enthousiast zijn. U heeft als ouder ook een taak, hoor. Ja, stimuleren. Dus gewoon zeggen. En nou doe je die knietjes bij elkaar en dan gaan we gewoon een keer een wedstrijdje winnen. Want we verliezen altijd. Mama verliest altijd met jou. Nou, dat ging niet al te goed, hè? Kan beter dit, hè? Ja. Volgende keer gewoon een beetje normaal door je knietjes, want het is echt gewoon een drama. Ja? Ja. Zo win je nooit wedstrijden. Zo word je nooit een grote jongen. Ja.
We zijn geen homo, we gaan gewoon door de knietjes, skietjes bijsluiten en we gaan gewoon lekker skiën. Is dat afgesproken? Ja. En ik wil dit nooit meer zien. Okay. En nou wegwezen. U bent oma van een van de kinderen? Ja, ik ben hier met mijn kinderen en mijn kleinkinderen van 7 en 8. En die hebben het heel goed gedaan, ze zijn voor het vierde jaar op les. En ze hebben het enorm naar de zin hier. En vooral met dit mooie weer natuurlijk. Hè? Zijn zeker doodziek, hè, dat ik ook meedeed. Ja. Ik ken er helemaal niks van, als ik het eerlijk mag zeggen. Maar dat heeft de maat ook gezegd hier. Hè. Je moet nodig op les. U staat mij nu gewoon af te kakken. Nee. U hebt het goede voorbeeld gegeven, maar die meneer zei u moest een helm op. Maar volgens mij staat u staat mij gewoon echt finaal tot op de grond af te zeiken. Nee, ik zou niet durven. Als Nederlander tegen Nederlander kan ik dat niet maken. Maar dat is toch nergens voor nodig. Ik denk dan zelf van, we zijn lekker met z'n allen een wedstrijdje aan het doen. Ik deed het gewoon heel goed. En ik kom even bij u een praatje maken en u gaat gewoon... Nou, je hele dag stuk. Heb ik niet bedoeld. Moet je kus van me. Nou ja, doe maar dan. Ja. Nou, vooruit dan. Kan ik het zo goed maken? Op mijn mond. Oh jee, nou zo dan. Alsjeblieft hoor. Nou, oké, nou is het goed. Ik hoop dat het weer goed is. Het is weer goed. Bedankt oma. Dag. Ja, ik heb natuurlijk hoge ogen gegooid tijdens de slalom, maar heel handig. De prijsuitreiking is morgen pas en dan zijn wij er niet meer. Dus ik heb gezegd, stuur die prijs maar op, komt helemaal goed. Dit was voor ons Meijerhoven en dan gaan we nu voor de laatste keer de après-ski in. Domme benen mag ze hebben, maar heel geil moet ze zijn. Geil moet ze zijn, geil moet ze zijn. Valse tanden mag ze hebben, maar heel geil moet ze zijn. Geil moet ze zijn, dag en nacht. Slappe tieten mag ze hebben, maar heel geil moet ze zijn. Geil moet ze zijn, geil moet ze zijn. Een dikke reet die mag ze hebben, maar heel geil moet ze zijn. Geil moet ze zijn, dag en nacht. Zij moet lief zijn, zij moet speels zijn. Zij moet geil zijn, dag en nacht.